Lieve mensen, help jij Peggy beter bewegen met minder pijn? Wel, wij steunen alvast het goede doel. Zoals jullie weten steunen wij elk jaar een goed doel. Vorig jaar hebben wij Make-A-Wish gesteund. Dit jaar hebben wij Muilenberg gesteund, maar er komt een nieuw project bij, lieve mensen. Peggy is een dame die wij reeds 6 jaar kennen en Peggy is geboren met een hersenletsel. Hierdoor heeft zij eigenlijk verkorte spieren en verkrampte spieren. Wat dat maakt dat haar rompje ook niet heel stevig is en zij is dus gebonden aan haar rolstoel. Zij ervaart dagelijks pijn en heeft heel veel verkramping door stijve spieren natuurlijk. Nu, in december kwam Peggy erachter dat er een pakje bestaat met neurostimulatie op de zenuwen. En als zij dat pak draagt, dan heeft zij echt minder pijn. Als zij dagelijks dat pak 1 uur aan heeft, kan zij inderdaad beter steunen op haar beentjes. Ze droomt ervan om eens niet te drinken met een rietje, maar om haar glas te kunnen opheffen en zo te kunnen drinken. Maar vooral de pijnreductie is ook een hele belangrijke voor Peggy. Nu, dat pak voor elektrostimulatie, dat kost een 8.200 euro, wat natuurlijk een pak geld is. En het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap komt daartussen voor 0 euro. Dus Peggy moet, als ze beter wil bewegen en minder pijn wil hebben, dat pak uit eigen zak ophoesten. Nu, Peggy is een heel leuke actie gestart en zij gaat een soepverkoop doen om zoveel mogelijk centjes rond te halen. Op 27 maart gaat er iemand vrijwillig soep maken. Die gaat deze ook vrijwillig mee weggeven. Wat maakt dat de inkomst van de soepen echt volledig naar het goede doel kan gaan. En we weten dan ook nog eens naar welk goede doel dat kan gaan. Ja, wij kunnen niet anders dan dat initiatief steunen, want wij vinden dat een topinitiatief. En wij willen heel graag dat Peggy haar pak kan kopen. En daar zullen wij alles aan doen om dat initiatief mee waar te maken en onze schouders daar echt onder te zetten. Dus wil je Peggy ook helpen? Dat kan. 8 euro kost een litertje soep. Die kan op 27 maart bij Peggy thuis worden afgehaald in Turnhout. En wil jij soep bestellen? Dan kan je naar onze webshop gaan. Daarin ga je zien steunactie Peggy. En in die steunactie kan je dus de soep aan een liter aankopen. Zeg je van ik doe liever een vrije gift? Dat kan natuurlijk ook. Er zal een rekeningnummer bij staan en dat kan rechtstreeks gestort worden. Alle potjes die via ons verkocht worden, dat geld wordt rechtstreeks naar Peggy gedoneerd. Dus daar moet niks meer af. En wij gaan als Harmonize natuurlijk ook een flinke duit in het zakje doen. Want wij ondersteunen dit initiatief ten top. En wij weten dat elektrostimulatie werkt. Want dat hebben we vroeger gezien met ons IFIT-systeem. Dat zien we nu weer met onze IFIM, dat dat supergoed werkt. Dus wij kennen die resultaten. Wij weten dat. Peggy heeft het gevoeld, ze heeft dat pakje 18 dagen mogen proberen, maar helaas na 18 dagen moest dat pakje weer terug. Dus laat ons duimen dat we samen ervoor kunnen zorgen dat Peggy dat pakje heel snel kan aanschaffen. Toi toi en ik hoop dat jullie allemaal meedoen.